Nou, voor de vloerisolatie kun je natuurlijk kiezen voor een aantal verschillende oplossingen. Ik zit hier in de kruipruimte zoals je ziet. De beperkte kruipruimte. De vloer is gesloopt. Die was niet goed meer. Althans, voor een deel. Dit deel was niet goed meer. Dat deel is nog wel goed. Je ziet dat er hier ook wordt gewerkt aan het leidingwerk, afvoer, elektra, de gele pijpjes. En ook hier zijn de gele pijpjes aangebracht naast mij. Wat kies je nu voor de vloerisolatie? Nou, heel veel mensen kiezen natuurlijk voor steenwol, glaswol, de twee wollen die ze dan tegen de vloer aanbrengen. Andere oplossing is EPS, piepschuim, om dat aan te brengen. Is wat meer bestand tegen vocht. Heel veel mensen zijn niet echt fan van PUR, zoals je daar ziet liggen. Een stukje PUR, zeg maar. Wat dan tegen de vloer aan wordt gespoten. En je hebt natuurlijk de chips. Chips heb je natuurlijk van de bekende merken, maar ook gewoon van de onbekende merken. En die chips worden gewoon, wanneer heel de kruipruimtebodem schoon is gemaakt. Hè, dus dit gaat gewoon allemaal weg. Die worden dan op de vloer uitgespreid. Ook kun je kiezen voor schelpen op de vloer. En als andere isolatiematerialen. Ja. Denk bijvoorbeeld aan heel natuurlijke hennep, schapenwol. Maar dat zie je heel weinig mensen doen. We hebben hier gekozen voor de chips op de kruipruimtebodem. Want redelijk vochtig hier. Dus alle nieuwe balken worden geïmpregneerd die komen. Hè. Dus ja, je kunt natuurlijk ook kiezen om alle vloeren eruit te slopen. En volgens een betonvloer aan te brengen met vloerverwarming. En dan ben je echt rigoureus bezig. Hier was de vloer goed voor een heel groot deel van het huis. Alleen dit deel dus niet. Dus enerzijds natuurlijk het probleem opgelost. Dat hier goede ventilatie komt. En hier zie je dat de ventilatieopeningen dicht zijn. En je ziet ook een hoop spinnenwebben. Maar die worden opengemaakt. Er wordt er nog eentje bijgemaakt. Daar zit er ook al een die ook opengemaakt moet worden. Dus dan hebben we drie aan deze kant. Er komen ook drie aan de andere kant van het huis. Zodat het echt gewoon gaat door ventileren. En die wordt ook open gehouden. En daarnaast komt er hier een kruipluik. Om dat gewoon ook periodiek open te houden. Dus dat wordt een oplossing. De chips worden op de bodem uitgestrooid. Zodat echt de bodem, wat echt vocht naar boven laat, een beetje afgesloten wordt. Hè. Idealiter pak je 20 cm chips, maar 15 cm kan ook wel. Deze chips zie je hier in de zakken zitten. Hier zo liggen al klaar om ingespoten te worden met de machine. En dan heb je gewoon een goede oplossing voor nieuwe vloerisolatie bij een houten vloer. Ik wil dat even laten zien in de video. En ook de verschillen. Wanneer kies je nou voor steenwol en glaswol? Ik zal de rest allemaal erbij zetten in het artikel. Inclusief de kosten van de voor- en nadelen per materiaal. Wat je wilt laten doen en wat je kunt. Wat je zelf kunt doen of wat de meeste mensen zelf doen. Dus wil je meer weten, zie je dit op YouTube. Zal ik de link onder de video zetten. En alvast succes met de keuze. En bedankt voor het kijken. Hopelijk waardeer je met een duim.